Hi, hi, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Ik heb voor een aantal vriendinnen een paar leuke doosjes gemaakt. En ik wilde jullie laten zien hoe ik die in elkaar gezet had. Erin zit een heerlijk reepje chocola. En wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je voor nodig een stukje designpapier. En ik heb hier al het nieuwe designpapier van Stampin' Up. Met de nieuwe kleur groen. Crinkle Tide. Je ziet, ik heb hem nog niet eens opengemaakt. Dus dat ga ik als eerste even doen. Echt een mooie kleur. Dit zijn de achterkanten. Super gaaf. En wat ik altijd doe, dat is dit er eventjes afhalen. Heel voorzichtig. En dit plak ik altijd voorop. Dan kan ik altijd zien welke kleur het is. We gaan een stukje designpapier snijden. Van 10,5 bij 18. Bij 18. En zoals je ziet, haal ik het eruit in plaats van dat ik het hele velletje doormidden snij. Want dat vind ik altijd zonde, want wie weet wat ik verder nog wil maken. Dus 10,5 bij 18. Dan ga ik dat rillen. Even kijken of jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik zal hem iets hoger leggen. Alle zijden ga ik sowieso rillen op 1,5. Op 1,5. Dan leg ik hem weer zo voor me neer met de korte kant boven. Dus dit heb ik net gerild op 1,5 centimeter. Daarna ga ik hem nog een keer rillen op 4,5 centimeter. Zorg dat dit een rechte hoek is. Anders krijg je een scheef doosje. Dus ik ril hem op 1,5. Op 4,5. Ik ga hem rillen op 6 centimeter. En op 9 centimeter. Dan ga ik even het snijapparaat wegleggen. Dan ga ik hem inknippen. Dan moet ik even goed kijken, want ik zit mezelf een beetje in het licht. Dit knip ik schuin af, zodat het straks mooi wegvalt en niet bovenuit piept wanneer ik dat dicht ga plakken. Dit doe ik ook even aan de andere kant. De grote stukken laat ik dus recht, hè? Alleen de plakstukjes knip ik iets schuin in. Nu heb ik normaal een vouwbeen bij me, maar die heb ik in kantoor laten liggen. Dus ik doe het nu eventjes met mijn nagels. Altijd ervoor zorgen dat je alles goed rilt. Even. Zoals ik al zei, normaal doe ik dit altijd met een vouwbeen, maar helaas. Anders moet ik weer naar kantoor lopen en dat kost weer te veel tijd, dus dat ga ik niet doen. Dan is dit je basis. Ik haal hier een klein half cirkeltje uit, zodat hij makkelijker open gaat. Ik doe dat gewoon op het oog hoor. Ik gok even dat de linker en de rechterkant allebei even groot is. En ik ons er gewoon een stukje even uit. Dan hou je hem even zo voor je neer. Dit is de deksel. Dit wordt dan de bodem. Dus deze flapjes worden dichtgeplakt.
moet even wennen aan de nieuwe opstelling van mijn camera. Dat betekent dat ik gewoon iets verder naar het midden toe moet. Ja, dus nogmaals, let even op dat je die flapjes aan de bodem vastplakt en niet aan de deksel zo meteen. Zorg ervoor dat dit even hoog is. Deze kant ook even dicht plakken. Dan laat ik dit eventjes te drogen liggen. De tekst is al een oudere stempel. En dat is zo'n stempel die je dus nooit wegdoet. En die heet Label Something. En ik gebruik daar deze stempel uit. Even kijken. Gloednieuw inkpad, super. Zo. Sommige pons doe ik dus ook nooit weg. En daarvan is dit er ook eentje van. De hexagon pons. Ik had eronder een hartje zitten. Ook deze pons gaat er nooit uit. We moeten deze op elkaar. Dan komt dit zo meteen op het doosje. Nou heb ik hier van die hele kleine bloemetjes zitten, maar ik heb het kaartstok niet mee hierheen genomen. Dus ik ga uit, even kijken hoe ik dat ga doen. Oh, ik kan hier misschien wel een bloemetje uitvinden. Hij is zo klein. Nou, ik weet niet of dat mooi wordt. Druppeltje lijm erop. Blinksteentje had ik hier nog liggen. Kleintje. Oh. Die dingen springen altijd alle kanten op. Hebben jullie dat ook? Bij mij wel hoor. Ik doe nooit wat ik wil. Zo, dan kan dit ook weer even drogen. Dan pakken we ons doosje weer. Als het goed is, zit het bodempje nu goed vast. Dan gaan we de deksel even dicht plakken. Plak hem niet te strak. Even een millimeter uit het hoekje vandaan, dan heb je iets meer ruimte om hem dicht te doen. Zo. Dan is je doosje nu klaar. Ik had nog een lekkere chocoladereepje liggen. Hop. Pas netjes over elkaar heen, mijn tekstje erop. Nou, en klaar is mijn doosje. Ik hoop dat jullie het een leuk doosje hebben gevonden en wellicht tot de volgende keer. Tot ziens!